De liefde is een instrument die mensen met elkaar verbindt. En elke vorm van liefde of de verhalen hierover zijn een teken van de verschillende vormen van liefde die er bestaan. Dit was de rode draad van de op 14 februari gehouden Lobitori Nitti. Wereldwijd wordt op 14 februari Dag van de Liefde, oftewel Valentijn, gevierd. In dit kader organiseert schrijfster en vertelkunstenares Hilly Arduin al langer dan 3 jaar de Lobitori Nitti. Het doel van deze avond is om verschillende liefdesverhalen in de ruimste zin des woords te vertellen. We nemen u mee naar een verhaal voorgedragen door woordkunstenaar Vivian Wirja-Besari. Dat was vorig jaar. Ze waren zo gelukkig. Tot vorig jaar. 14 februari. Hij zal die dag nooit vergeten. Het staat in zijn geheugen gegrift. Hij keek naar die boom. En hij dacht, hé. Die boom is ook heel speciaal. Die boom is heel speciaal. Want die dag toen hij die boom geplant had, dat was op hun eerste trouwdag. Ze hebben het gevierd door naar de film te gaan. En onderweg terug naar huis zagen ze in de verte een flamboyant boom. Bloeien, rood-oranje bloemen. Adembenemend, zo mooi. En Anna die zei nog aan hem, Jan, zie je, het lijkt alsof die boom in brand staat. De Torinetti werd afgesloten met een samenzijn die het netwerken onder de genodigden moest stimuleren. Het idee is om dergelijke avonden vaker te blijven organiseren.